Elk product in de supermarkt heeft een voedselketen doorlopen. Van de boer, via verwerkers, naar het schap. Niet alle producten uit de Nederlandse voedselketen belanden ook hier in een supermarkt. Zo wordt gemiddeld 80% van alle vers producten geëxporteerd. De Nederlandse voedselketen verandert mee met de samenleving. Zo heeft de consument meer behoefte aan gemak. Vraagt de samenleving om meer duurzaamheid. En daarnaast is er binnen de keten onzekerheid over prijzen en regelgeving. Om aan deze uitdagingen te voldoen, moeten ketenschakels intensiever samenwerken. Volgens onderzoek van FMI Business School zijn er een aantal voorwaarden belangrijk voor een goede samenwerking. Denk aan vertrouwen in elkaar, de focus op consumentbehoeften en open communicatie over innovatieve concepten. In de toekomst verwachten we dat technologische ontwikkelingen ingezet worden om de consumentenbehoeften nog beter in kaart te brengen. Hierdoor kunnen samenwerking en concepten worden verbeterd. Bekijk het rapport voor alle inzichten en uitkomsten.